Waarom doen we zo moeilijk? Ik weet het niet, ik heb niet het antwoord hierop, maar ik kan je vandaag wel helpen met een moeilijk stukje tekst. Of misschien vind jij dit niet moeilijk, dan moet je snel naar de volgende video gaan. Ik kreeg een vraag van een van mijn studenten. En mijn studenten zijn de allerbeste, allerliefste, allerleukste studenten van Nederland. Nee, van de wereld. Dus als zij mij iets vragen. Hoe kan ik weigeren? Dus voor Ella vandaag en voor al mijn andere studenten die hier ook iets van kunnen leren, een tekst op B1 niveau over typisch gedrag van Nederlanders. En ik vind dit best een moeilijke tekst, ook voor B1. Ik ga de tekst eerst een keer helemaal voor jou lezen, van begin tot einde. Luister mee. Probeer niet mee te lezen, alleen te luisteren. Want dit is in de eerste plaats voor jou een luisteroefening en daarna kunnen wij er een leesoefening en een grammatica of vocabulaire oefening van maken. Dus de eerste keer luister alleen, luister alleen, luister alleen, luister alleen is zonder vriend of vriendin. Um, ja, luister alleen, niet lezen. Dus typisch gedrag van de Nederlanders. De Nederlander staat bekend om zijn directheid en het feit dat hij nuchter is, maar ook om zijn gezelligheid. Hoewel dit woord in het buitenland niet altijd even goed te verwoorden is. De directheid, die de Nederlander zelf voornamelijk als eerlijkheid ziet, kan in sommige landen een ander effect hebben dan verwacht wordt. Met name in Aziatische landen, waar mensen niet gauw hun eigen mening ventileren, kan de directheid averechts werken. De Nederlander moet dan een stuk diplomatieker zijn en gebruikt de momenten waarop hij alleen is, dan ook regelmatig om stoom af te blazen en bijvoorbeeld even flink te vloeken in het Nederlands natuurlijk. Nederlanders geven zelf aan dat hun typische karaktertrekken ook bemoeizucht. Klagen vooral over het weer en botheid kunnen zijn, maar natuurlijk geldt dit alleen voor de buurman. Een andere eigenschap is de punctualiteit van Nederlanders. Bij het maken van een afspraak komen de agenda's op tafel en het nakomen van die afspraak en op tijd komen vinden we heel belangrijk. Jammer genoeg voor ons heeft het naleven van een afspraak in veel landen een heel andere betekenis. En is niet iedereen stipt op tijd een kwestie van aanpassen, dus. Was dat een moeilijke tekst? Als dat geen moeilijke tekst voor jou was, dan zou ik zeggen: wat doe jij hier? Ik vind dit toch meer een C1-tekst. Maar goed, de eerste zin. Laten we samen kijken naar de eerste zin. De Nederlander staat bekend om zijn directheid en het feit. Dat hij nuchter is, maar ook om zijn gezelligheid. Hoewel dit woord in het buitenland niet altijd even goed te verwoorden is. Lange zin: wat doe jij met lange zinnen? Kijk of jij ze in stukjes kan knippen. Het eerste gedeelte, de Nederlander staat bekend om. Dus de Nederlander is bekend om iets. Hè? Um, iedereen weet dit over Nederlanders. Hij staat bekend om zijn directheid. Dus Nederlanders zijn direct en dat weet iedereen. En ze hadden hier kunnen zeggen. Eh, om zijn directheid en zijn nuchterheid. maar dat doen ze niet. Ze zeggen. en het feit dat hij nuchter is. Dus je hebt geen opsomming van directheid en nuchterheid. maar je gebruikt het feit dat. met een werkwoord. In dit geval kan het allebei om zijn nuchterheid. Eh, om het feit dat hij nuchter is. Maar in sommige gevallen kan dat niet en heb jij het feit dat nodig. Bijvoorbeeld, ik ben geïrriteerd door zijn laatheid. Dat kan niet. Ik ben geïrriteerd door het feit dat hij altijd te laat is. Dus als jij een werkwoord nodig hebt, gebruik je het feit dat. Jouw egoïsme maakt mij boos. Het feit dat jij alles altijd zelf doet, maakt mij boos. Zie je het verschil? Dan het volgende stukje, maar ook om zijn gezelligheid. Ja, om gaat terug naar staat bekend om. Hij staat bekend om zijn directheid en om zijn gezelligheid. Maar omdat er iets tussen staat, vergeet je bijna dat wij praten over bekend staan om. De zin is heel lang. En het volgende stuk kun jij ook als apart stuk zien, hoewel dit woord in het buitenland niet altijd. Evengoed te verwoorden is, hoewel betekent eigenlijk maar, maar dit woord, en wat is dit woord? Gezelligheid. Gezelligheid is in het buitenland niet altijd makkelijk om te vertalen. Verwoorden, in woorden te brengen, in woorden te zetten, te vertalen naar een andere taal. Gezelligheid is een woord dat heel erg specifiek is. Het gaat over een specifieke situatie, want. Gezellig is het nooit alleen, het is altijd gezellig met andere mensen. En in veel talen heb je hier geen woord voor. Oké, okay, gaan we door naar de volgende zin. De directheid die de Nederlander zelf voornamelijk als eerlijkheid ziet, kan in sommige landen een ander effect hebben dan verwacht wordt. Even korter maken, de directheid kan in sommige landen een ander effect hebben. Dan verwacht wordt. Door wie wordt dat verwacht? Door de Nederlander. Die is direct en denkt in een ander land dat het hetzelfde effect heeft als in Nederland, maar in een ander land reageren mensen anders. En het stukje tussen de komma's zegt iets over wat daarvoor kwam, dus over de directheid die de Nederlander zelf voornamelijk als eerlijk ziet. Voornamelijk, vooral, de meeste Nederlanders vinden dit eerlijk en niet direct, maar goed in andere landen kan dat dus anders gezien worden. Met name, dus vooral, vooral, voornamelijk, met name betekent alle drie hetzelfde in aziatische landen. Punt. Wacht even. Dit begrijp je. Gaan we door. Waar mensen niet gauw, niet snel hun eigen mening ventileren. Niet snel betekent natuurlijk Langzaam, maar het betekent ook dat het niet vaak gebeurt. Als ik zeg: Ik word niet snel boos, dat betekent niet dat ik niet binnen vijf minuten boos word. Dat betekent dat ik niet vaak boos word. Je moet goed je best doen om mij boos te krijgen. En hier zeggen ze over mensen in Aziatische landen dat die niet gauw, niet vaak hun mening ventileren. Ventileren ken je van de ventilator, dat is nieuwe lucht. Inbrengen, dus lucht geven. Dus je mening lucht geven is je mening naar buiten brengen. Het is in je en je gooit het naar buiten. Je ventileert je mening, je geeft je mening. Dus ze zeggen dat in Aziatische landen mensen niet snel hun mening geven. En daar kan de directheid van de Nederlander dus averechts werken. Averechts betekent het omgekeerde effect hebben. Dus jij bedoelt het misschien positief. Als ik direct ben, gaat de communicatie snel, dat is goed, maar mensen vinden het onbeleefd, dus het werkt negatief. Dat is averechts. Ik denk dat het positief is, maar het heeft een negatief effect. De Nederlander moet dan een stuk, eh, veel, moet dan veel diplomatieker zijn. Diplomatiek hè, is voorzichtig zijn met jouw mening geven, zeggen wat jij denkt, eerst denken. Hoe de andere persoon zich misschien zal voelen als jij dit zegt. En hij gebruikt de momenten dat hij alleen is. Hij is de Nederlander hier. Dan ook is een andere manier van zeggen. Daarom, om die reden, regelmatig om flink stoom af te blazen. Stoom afblazen betekent de negatieve energie eruit gooien. Dus weer rustig worden. Doordat jij misschien even. Boos wordt, even schreeuwt, even met dingen gooit. om deze negatieve energie eruit te krijgen. dat jij daarna weer rustig bent. En bijvoorbeeld even flink te vloeken. Vloeken is slechte woorden zeggen. En het is ook wetenschappelijk bewezen dat als jij vloekt. waarom doen mensen dat? dan voel jij je daarna iets minder gestrest. Dat schijnt echt te werken. Natuurlijk vloek ik nooit. Misschien moet ik het eens proberen. Al heb ik met zulke leuke studenten natuurlijk nooit stress. De volgende zin. Het eerste deel van de zin is denk ik redelijk makkelijk te begrijpen. Nederlanders geven zelf aan, Nederlanders zeggen zelf dat hun typische karaktertrekken, de typische Kenmerken van hun karakter, ook bemoeizucht zijn. Bemoeizucht betekent dat jij je altijd met iedereen wil bemoeien, dat jij hun zaken, jouw zaken wil maken, dat jij wil meepraten met iedereen, ook over dingen die jou niets aangaan, die niets met jou te maken hebben. Klagen, dus vooral over het weer Nederlanders. Wonen hier zo ver in Noord-Europa en zeggen dan: Het is vandaag weer koud, het regent morgen weer. Dat doen we graag. Maar ook over politiek en andere dingen natuurlijk. En botheid: bot is als een mes bijvoorbeeld niet goed meer snijdt omdat het niet scherp is, dan is het bot. Dat is niet scherp. Als jij bot bent. Dan ben je niet voorzichtig in hoe je tegen mensen praat. Dit is dus die negatieve kant van directheid. En dat zien Nederlanders zelf ook: dat de directheid soms iets te veel is. Het tweede uh, gedeelte van deze zin is, maar dat geldt natuurlijk alleen voor de buurman, om dit te begrijpen moet je weten wat gelden voor betekent. Dat betekent dat bijvoorbeeld een regel wel of niet, voor jou is. Bijvoorbeeld, veel van mijn studenten moeten hun rijbewijs nog halen, maar dat geldt niet voor Mohammed, want die heeft vorige week zijn rijbewijs gehaald. Iedereen moet bij de balie inchecken, maar dat geldt niet voor jou, want jij hebt al online ingecheckt. Dus hier zeggen de Nederlanders dat Nederlanders zich graag met andere mensen hun zaken bemoeien. Ze zijn bot. En ze klagen te veel, maar dat geldt natuurlijk niet voor henzelf, maar alleen voor andere Nederlanders, voor de buurman. En de buurman, dat betekent niet letterlijk de man die naast de Nederlander woont, maar over alle andere Nederlanders iets over zichzelf. Dan weer een zin die niet zo moeilijk is. Een andere eigenschap is de punctualiteit van Nederlanders. Voor deze zin moet jij alleen weten wat punctualiteit betekent. Dat betekent dat jij op tijd bent. Dat als jij afspreekt met iemand om 10 uur, dat jij daar niet 10 over 10 bent, maar om 10 uur. Dat is punctualiteit. Bij het maken van een afspraak komen de agenda's op tafel. Dat betekent dat wanneer Nederlanders een afspraak maken, ja, de agenda's komen niet automatisch op tafel. Dat betekent dan pakken Nederlanders hun agenda en het nakomen van die afspraak, dus ook echt doen wat jij zegt dat jij gaat doen en op tijd komen vinden wij heel belangrijk. En jammer genoeg voor ons, dus dat is niet leuk voor ons heeft het naleven van een afspraak in veel andere landen een heel andere betekenis. Dus het naleven van een afspraak is doen wat jij zegt, dat je gaat doen. In veel andere landen kan een afspraak een beetje ongeveer zijn. Ik kom morgen kan ook zijn overmorgen. Ik ga om 9 uur naar mijn werk kan ook zijn. Ik ga om 10 uur naar mijn werk. Dat is moeilijk voor Nederlanders. Niet iedereen is stipt op tijd, exact op tijd. Stipt is een ander woord voor punctueel en dat gebruiken we alleen voor tijd. Stipt op tijd, exact op tijd. Een kwestie van aanpassen dus. Een kwestie betekent een zaak. Maar als wij het in deze context gebruiken, het is een kwestie van, dat betekent dit is nodig. Nederlands leren is een kwestie van veel studeren gitaar kunnen spelen is een kwestie van veel oefenen en docent zijn is een kwestie van geduld. Ik hoop dat je de tekst nu wat beter begrijpt. Als je vragen hebt, dan de comments, daar kun je die achterlaten. Vergeet alsjeblieft niet te liken en subscriben. Heb jij moeilijke teksten of andere vragen? Laat het ook in de comments weten. Wie weet kan ik ook een filmpje voor jou maken. Dat was het weer. Tot volgende week. Doei!